Van harte welkom allemaal bij dit mini-symposium 50 jaar psychologie. En wat fijn dat jullie met zoveel mensen hier gekomen zijn. En ook allemaal keurig op tijd, geen Brabants kwartiertje. 2 uur zijn we gestart. Welkom ook, ik richt me even op de camera aan de mensen die via de livestream met ons meekijken. Uiteraard ook aan jullie, van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben vandaag jullie dagvoorzitter. Ik zal jullie door dit programma heen loodsen. Het is een interactief programma, er is tussendoor steeds gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken. Als u dat wil, wacht dan wel even tot ik met de microfoon bij u ben, dan kunnen ze het thuis ook allemaal horen. En ik moet u ook waarschuwen, soms doe ik dat ook ongevraagd. Dan sta ik ineens voor uw neus. Als u dat nou niet wil, moet u gewoon zeggen, Richard, loop maar even door. Hè? En ik vind het nog leuker, want jullie kennen elkaar natuurlijk goed. Als je zegt, oh, loop maar even naar hem door of naar haar, weet je wel. Dat mag ook allemaal, hè? Dan kun je elkaar er een beetje bij lappen. Nou, het programma, dat heeft u ongetwijfeld ook gezien. Het gaat allemaal goed komen. Belangrijk in ieder geval, 4:15 zijn we klaar. Gaan we ook lekker naar de borrel. Krijgt u natuurlijk nog van allerlei mooie dingen mee. Maar uiteraard ook heel veel mooie inspiratie. U ziet het hier allemaal staan. En natuurlijk een prachtig intermezzo van het Cup Cabaret. Voor de kenners die natuurlijk weten wat de Cup is. Maar daar komen ze ongetwijfeld vanzelf wel over te spreken. Maar ik was eigenlijk ook vooral heel benieuwd naar u. Want 50 jaar psychologie, dat is natuurlijk fantastisch. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd, daar zijn we met elkaar heel trots op. Maar waar bent u nou eigenlijk het meest trots op? En om die vraag te beantwoorden, zou ik even willen vragen aan iedereen om even uw mobiele telefoon, als u die bij heeft, allemaal niet verplicht, maar even erbij te pakken. En dan ziet u hier achter mij op het scherm een Menti ontstaan. Ja, kijk eens, daar komt hij, zo gaat dat. En ik wil u dus even vragen om naar de website, dat kunt u thuis ook doen, hè, dus dit kunnen we met z'n allen doen, de website menti.com te gaan. U ziet het hier staan. En als u naar die site gaat, u kunt het ook op Google even intypen, menti.com. Of gewoon naar uw internetbrowser, hè, waar u normaal gesproken nu.nl intypt, of buienradar.nl, gaat u nu menti.com. En dan typt u die code over, ik zal hem ook even langzaam voorlezen, ik hoop dat de letters groot genoeg zijn, 78309491. En dan kunt u even heel kort intypen, waar bent u nou het meest trots op als het gaat om 50 jaar psychologie in Tilburg? U kunt een woord intypen, een kort zinnetje. Dan kunt u gewoon even een kleine, het is allemaal anoniem, hè, dus we gaan het niet lopen trekken. Dat gaat ook niet naar allerlei Russische hackers. Kijk, daar komen ze al binnen. Dus menti.com en dan de code 78309491. En dan kunnen we even van iedereen een hele representatieve enquête. Ja, ze komen al binnen. Het meest trots op Yvette van Os. Kijken, is Yvette er ook? Nou, ik weet niet of Yvette er is, maar we gaan het zien. De diversiteit en keuzerichtingen, collega's, kleinschaligheid, een mooi gebouw, veerkracht, sfeer, de geweldige reputatie. MKP wordt al 2 keer genoemd. Yvette van Os nog een keer. Ja, ik ken Yvette wel. Ik heb haar nog niet ontdekt. Kan iemand even zwaaien? Zit ze er of niet? Nee, hè? Nou, dan geven we in ieder geval de groetjes door. Still going strong, de 9 keuzerichtingen. Cum laude afgestudeerd, kijk eens even. Atmosfeer, studenten, dat een kleine universiteit grote impact kan hebben. Een hele fijne groep mensen, kleinschaligheid, de ontwikkelingen naast stapel, gaan we het ook over hebben. Dat ik het afgemaakt heb, ja, daar zou ik ook trots op zijn. De groene campus, de vooruitgang betreft keuzerichtingen. Destijds samen met de rector De Moor, gestreden voor behoud van psychologie. Kijk eens even, ja, Diederik S. Het bachelorprogramma, studievereniging Complex, de prettige sfeer. Nou, dat merken we nu ook al natuurlijk met elkaar. Het congres Emotions, variaties in studie. Mijn vrouw, kijk, dat vind ik er ook mooi. Ja, die is ook mooi. En, oh, die is ook mooi. De vrouw van mijn leven ontmoet op de eerste dag. Oh. Mag ik daar toch vragen wie dat is? Wil die zeggen, ja? Ja, dat vind ik dan toch wel eventjes. Het is natuurlijk mooi dat we heel veel publicaties hebben gedaan, maar vertel eens even, hoe ging dat? Eerste dag dat ik kwam op de universiteit, zag ik haar lopen. Ik dacht, dat is ze. Wow. En na een jaar was het wederzijds. Even, hij heeft even zijn best voor moeten doen. Ja, hij heeft wel zijn best gedaan. Ja. Maar toch, op de eerste dag zag ik hem ook al. Maar ik dacht, het zal toch niks worden. Even aankijken. Ja. En het is wat geworden, begrijp ik. Jazeker. Ah, ja, ja. Ja hoor, al 42 jaar getrouwd. Dus, ja. Tijdens de studie gehuwd en eerste kind gekregen. Dat zijn resultaten. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Dank jullie wel. En sportief ook. Sfeervol. Nou, we zien het hier allemaal staan. Een mooie sfeer op de Cup. Meneer Feitzer, die me door het afstuderen heeft heen getrokken. Dank nog daarvoor uiteraard. De klinische richting. Een kleine groep. Dat ik nog steeds aan de slag kan, ondanks de burn-out. Arbeids- en organisatiegenoten bij professor Van Doren. Nieuwe ontdekkingen.
koffiekamergebouw P. Ook heel belangrijk. Lekkere koffie. Ja. Dank, dames en heren. Volgens mij horen we het al heel veel om trots over te zijn. En daarom ook heel trots met de eerste spreker die we vandaag hebben. Geeft u hem ook even een hartelijk applaus. Guus van Hek. Kom maar even bij, Guus. En Guus, je mag zo dadelijk natuurlijk je presentatie gaan doen, maar ik was heel even benieuwd naar een reactie op wat jij net ook allemaal zag. Op die Mentimeter, wat er allemaal voorbij kwam. Wat was voor jou hetgeen waar jij het meest trots op was? Dat ik het overleefd heb. Ja. Dat. Ja. Ja. En ik heb je. Op je hebt de eigen website staat dat je wetenschapper en schilder bent. Ja. Ja. En grafisch werk doe ik voornamelijk op dit moment. Mooi, mooi. En ook betrokken bij de oprichting destijds? Ja, ik ben tegelijk met de vloerbedekking gekomen. Gelijk met de vloer. Ja, ja. Volgens mij, Guus, hoogste tijd, ik ga je gewoon het woord geven. Oké, dank je. Dat ding met het groene knopje is weg. Die had ik ook even nodig, Guus. Oh. Mijn excuses. Falsches beeld. Ja, that's correct. In het voorwoord van A Movable Feast, in Nederland bekend als Amerikaan in Parijs, schrijft Hemingway dat hij veel plaatsen, mensen, waarnemingen en indrukken niet opgenomen heeft. Geen geheimen en ook geen dingen die iedereen wist en waar iedereen over geschreven had. Hemingway verzucht dat het prachtig zou zijn als dat alles ooit in een boek terecht zou komen. Nou, dat geldt ook voor mijn korte voordracht vanmiddag. Het is heel verleidelijk om nostalgisch in fotoalbums te bladeren. Stil te staan bij diegenen die niet meer onder ons zijn en eer te betuigen aan de vele bijzondere mensen die de Tilburgse psychologieopleiding van de grond gebracht en in de lucht gehouden hebben. Maar dat zou een middagvullende voordracht vergen. En ik begrijp van de voorzitter dat hij heel streng gaat zijn. Dus ik zal dat à la Hemingway ook doen, dingen weglaten. En dus veel gebeurtenissen en hoofdrolspelers niet noemen. Maar nogmaals, gelukkig is er het boek. Toen ik me in het midden van de 60er jaren in Nijmegen als student van de ene naar de andere locatie repte om colleges in de psychologie te volgen, had ik stevast het idee niet één, maar meerdere studies te volgen. In de aula kregen we van een Volendamse pater te horen dat de zijnsvraag zichzelf het ten antwoord was. En dat was maar goed ook, want wij zouden het niet geweten hebben. De hoorcolleges van de cultuur- en godsdienstpsycholoog Fortman vonden plaats in een oude dansschool. Onder een hemeltje van blauw etalagekarton, beplakt met sterretjes van zilverfolie en een halve maan van goud, onthulde Fortman leunend op een in hoezen verpakt drumstel het belang van het onzienlijke voor een wezenlijk begrip van het menselijk tekort. Van de verkapte godsbewijs in de dansschool ging het dan naar het Witte Huis aan de Bergendalse Weg, waar we van Husserl-specialist Stefan Strasser bouwstenen voor de filosofische antropologie aangereikt kregen. En vandaar begaven we ons dan naar het nabijgelegen barak om bijgepraat te worden over recente ergebnisse en problemen der lernpsychologie. Om de dag te besluiten in het preklinische gebouw op het terrein van het academisch ziekenhuis, ten einde uit het handboek voor de kinderverlamming van de zenuwarts Prik een onsamenhangende kijk op het menselijk brein te krijgen. We kregen de psychologie geserveerd als tomatensoep in de vorm van losse ingrediënten. Bij gebrek aan een chefkok en een kookboek dronken we eerst een halve liter water. Verorberden daarna de tomaten en het bouillonblokje. Vervolgens een hele streng peterselie. En tot slot, het lekkerste bewaar je altijd tot het laatst, de ballen. We namen het met een korreltje zout en maakten ons niet druk over gebrek aan integratie. Iedereen deed maar wat en sommigen deden zelfs helemaal niks. Van een naderend Anglo-Saxisch bombardement hadden we nog geen flauw idee. Pas in Tilburg, waar ik op mijn eerste werkdag tegelijk met de vloerbedekking
en luttele dagen voor de eerstejaarsstudenten arriveerde, begreep ik de nadelen van bouwen met los zand en de voordelen van samenhang, onderlinge betrokkenheid en het hebben van een masterplan. Een kader waarin de verschillende onderdelen een logische plaats hadden. Het Tilburgse masterplan kwam voornamelijk op het konto van founding father Frans van Doorn, die van achter een bureau zo groot als een slagschip, overgehouden aan een commissariaat bij Vrolmen, niet moe werd om uit te leggen dat de opleiding in Tilburg vernieuwend moest zijn. En een centrale gedachte, Frans noemde dat integrale visie, moest uitstralen. Die centrale gedachte sloot nauw aan bij de schets van de psychologie van Bert Duyker, vaderfiguur van de Amsterdamse psychologie. En Duyker was een pleitbezorger voor vergaande integratie. Getuigen zijn hartekreet, of er is één psychologie, of er is er geen één. Zijn indeling in 5 hoofdgebieden, te weten functieleer, methodeleer, ontwikkelingsleer, persoonlijkheidsleer en gedragsleer. En gedragsleer, dat was bij Duyker de sociale psychologie. Die indeling van Duyker is en was jarenlang het richtsnoer bij het benoemen van afdelingen en ook het benoemen van hoogleraren. En zo ook in Tilburg zei dat van meet af aan een biologische invalshoek toegevoegd werd aan dat schema van Duyker. Maar het Tilburgse concept ging eigenlijk veel verder. Verhelderend was dat bij elk van de kernvakken een onderscheid gemaakt werd tussen theorie en praktijk. Functieleer kreeg als toegepaste pool de technopsychologie, methodeleer de statistiek, ontwikkelingsleer de kinder- en jeugdpsychologie, persoonlijkheidsleer de psychodiagnostiek en de testleer en sociale psychologie, de ANO, de arbeid- en organisatiepsychologie. Zo zat dat in elkaar. En bij latere toevoegingen werd dit kader, het werd alweer een beetje geforceerd, maar toch nog steeds volgehouden, koppelingen aangebracht van klinische psychologie en psychotherapie, economische psychologie en het bestuderen van consumentengedrag, de onderwijspsychologie en de schoolpsychologie. En in het eerstejaarscurriculum was dan ook nog ruim plaats gemaakt voor fysiologie en psychofysiologie. Bij het naar buiten treden werd de afkorting EOT gebruikt. En dat stond voor economische psychologie, organisatiepsychologie en technopsychologie. Dat hadden de zusterfaculteiten niet en wij probeerden gewoon uniek te zijn, gewoon een eigen gezicht te hebben. Toen al hadden wij het idee gewoon van als we een eigen gezicht hebben, kunnen ze ons nooit wegvagen of ons nooit schrappen. Goed, in het boek over 50 jaar psychologie, wat straks uitgereikt zal worden, daar spreekt Gerrie van Veldhoven over die eerste jaren in termen van een ideeënrevolutie. En typeert hij de subfaculteit als een broedplaats. Terugblikkend denk ik dat hij daarin gelijk had. Zij het dat we voornamelijk eieren uitbroeden van Amerikaanse vogels. Nu ik wat afstand heb kunnen nemen van de dagelijkse hectiek van het werken aan een universiteit, en reflectie wat minder quick and dirty geworden is, bekruipt mij meer en meer de twijfel of Amerikaanse vogels wel de beste eieren leggen. Maar toen was Born in the USA een onbetwiste kwaliteitsgarantie. We hebben ons, net als een andere psychologiefaculteit in Nederland, ook al wilden we uniek zijn, niet of te weinig rekenschap gegeven van het feit dat de nagenoeg totale onderwerping aan de Amerikaanse psychologie een keuze voor een monoculturele wetenschappelijke aanpak was. We schrokken ten onrechte terug voor complexiteit, kozen voor een min of meer oppervlakkige benadering en hadden niet of nauwelijks in de gaten dat we gefascineerd waren door theorieën en modellen die op de keper beschouwd soms zo plat als een dubbeltje waren. Maar laat ik niet afdwalen, want de voorzitter is heel streng, heb ik begrepen. En ondanks het feit dat zijpaden er niet voor niks zijn, zal ik ze niet bewandelen. We waren door de hardere aanpak van een beta-oriëntatie in zekere zin landelijk onderscheidend. Ook de beginselverklaring dat ons gebouw niet zomaar een gebouw, maar een psychologisch laboratorium was daarbij, dat droeg
toch bij gewoon aan het gezicht wat wij naar buiten wilden hebben. Alhoewel het eigenlijk wel meeviel, kreeg de Tilburgse opleiding de naam behavioristisch te zijn. Een oud-student van het eerste uur verwoordt dat in het boek als volgt. De medewerkers spraken allemaal dezelfde behavioristische taal. Stimulus, respons, shaping, onafhankelijke variabelen, afhankelijke variabelen, ga maar door. Wel, die reputatie was voornamelijk te danken aan de practica met Skinnerboxen en het min of meer zware accent op experimenten. Hoe dan ook, het lukte toch niet helemaal om Duikers ideaal te verwezenlijken. Duikers stond voor ogen dat psychologische thema's bekeken moesten worden vanuit alle invalshoeken. Vroegtijdige specialisatie was hem een doorn in het oog. Duikers meesterplan realiseren lukte nergens en dus ook niet in Tilburg. Zoals Karel Soudijn ooit terecht constateerde, was de drang naar een unieke invulling van de psychologie te groot. Al ras ging iedereen, wars van elke vorm van keurslijf, zijn eigen gang en bouwde in de eigen gang van gebouw P een eigen imperium. De centrale koffiekamer werd voornamelijk gebruikt voor kaartspelen, niet voor zwaluwstaarten, zoals Frans van Doorn onderling overleg en afstemming noemde. Psychologie in Tilburg, zoals we ook kunnen lezen in het boek wat straks uitgereikt gaat worden, raakt in grote lijnen al snel vergelijkbaar met de andere universitaire psychologieopleiding in het land. In 1983 werd een nieuw modelmatige bekostigingssysteem ingevoerd. De voorwaardelijke financiering, de VF. Bekostiging geschiedde niet langer op grond van normen of aantallen studenten, maar op grond van bewezen kwaliteit. Doel was de kwaliteit en samenhang van het onderzoek bevorderen. Instellingen en faculteiten moesten coherente onderzoeksprogramma's opstellen voor 5 jaar. Achteraf werden ze dan beoordeeld door disciplinaire KNW-commissies en dat geschiedde dan op output en op kwaliteit. De beste schrijvers die we in huis hadden werden ingeschakeld om samenhang, ook daar waar die er niet was, op papier te zetten. En soms waren we daarbij heel succesvol. Periodieke nationale keuring leverde goedkeuring en waardering op. In een aantal gevallen, zoals ik zei, want soms waren de beoordelingen, en niet zelden terecht, aan de magere kant en werd de vinger op zere plekken gelegd. In 1986 werd de KUB relatief zwaar getroffen door opgelegde bezuinigingen. Het betrof de ministeriële operatie Selectieve Krimp en Groei, de SKG-operatie, ter hoogte van zo'n 5,5 miljoen gulden. Dat was fors, want dat betekende toch zo'n 8,3% van het totale CUP-budget voor de toekomende jaren. De faculteit, toen SPW geheten, prijkte bovenaan de inleverlijst. Psychologie en sociologie werden aangeslagen voor iets meer dan 2 miljoen gulden. En het oorspronkelijke idee was dat de Tilburgse psychologie in zijn geheel naar Nijmegen zou gaan en Nijmegen de sociologie zou uitzwaaien. Vanuit de KUB werd in volle hevigheid de tegenaanval ingezet met allerlei vormen van protestmanifestaties. Op de eigen campus, op de pleinen en straten in Tilburg tot aan het Binnenhof in Den Haag toe. Ik herinner me nog de toenmalige rector Ruud de Moor achter de microfoon met op de achtergrond spandoeken met wat Deetman wil is moord en Deetman heeft de centen, maar wij de argumenten. Daar waren we heel trots op dat we dat gevonden hadden. Het loslaten van honderden rode ballonnen in Den Haag, stickers Brabant strijd voor zijn universiteit en een protestmars door Tilburg, inclusief heuse kamelen. En in de nasleep hiervan werd ik, kwestie van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn, door een boze kamelendrijver die onvoldoende vertrouwen had in de organisatoren, weigerde visitekaartjes te aanvaarden, niets wilde weten van het toesturen van een rekening achteraf en met toenemende klem bleef insisteren op echt geld. Nou wel, meneer, hebben de dieren gepresteerd of hebben ze niet gepresteerd? Op mijn aarzelend, jawel, nou, dan zult je toch ook moeten betalen, dat hebben de dieren verdiend. Nou, ik kon daar weinig tegen inbrengen en pas laat in de avond heb ik mij kunnen vrijkopen. Goed, om opheffing van de psychologie in Tilburg te voorkomen, werd vertrouwelijk overleg gevoerd met Nijmegen. Terwijl de protestacties nog in volle gang waren,
werden strikt geheime besprekingen gevoerd om de krimp en groei in eigen hand te nemen. Achter gesloten deuren werd druk gekwartet en fanatiek Zwarte Piet, dat mocht toen nog. Er werd uiteindelijk een convenant gesloten dat er in de kern in voorzag dat de psychologie voor Tilburg behouden zou worden, zij het in afgeslankte vorm. Uiteindelijk is daar weinig van terechtgekomen, want het is heel moeilijk om complementair te zijn aan iets of iemand die alles doet. Een van de eerste acties gewoon in Nijmegen was het benoemen van een hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie. Daar schrokken wij van, maar toch niet zo erg dat we meteen ons overgegeven hebben. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de minister van de bezuinigingen te weerhouden. In ieder geval in de vorm gewoon zoals dat oorspronkelijk op papier stond. Er zijn geen Tilburgers naar Nijmegen gegaan. Wij hebben er hier ook geen één gezien. Daar waren we eigenlijk wel blij om. Beetje bij beetje keren we terug naar het oude normaal. Maar rustig werd het eigenlijk niet. Dreiging van buitenaf in het algemeen smeet solidariteit en gemeenschapszin. Maar als de storm is gaan liggen, wijzen de neuzen alras weer alle windrichtingen in. In 1988 werd in het kader van de oprichting van de faculteit Sociale Wetenschappen een notitie geschreven met als titel Met het oog op de jaren 90. De toon was somber. Verkokering, versnippering zou bloei en groei in de weg staan en vernieuwingspotentieel zou te weinig kans krijgen. Terugdringen van versnippering werd lang niet door iedereen gezien als een oplossing. Pluriformiteit werd gekoesterd en handhaven van de diversiteit en liefst het uitbreiden daarvan werd gezien als dé weg naar succes. Toch kwam er in de 90er jaren een ingrijpende actie om de academische vrijheid en academische blijheid in te dammen. Vrijdag 12 maart 1993 sierde de volgende kop het Brabants Dagblad. Psychologen KUB willen eigen faculteit. 15 hoogleraren en UHD's, gesteund door het dagelijks bestuur van de vakgroep Psychologie, schreven een brief op poten naar het faculteitsbestuur, waarin zij hun woede uiten over de plannen om het onderzoeksgebied psychologie te verengen tot arbeid- en organisatiepsychologie. De rel draaide om de onderzoeksschool van de faculteit Sociale Wetenschappen en het onderzoeksinstituut WORK. Afkorting voor Work and Organizational Research Center, dat zich onder leiding van Rob Roux vooral met onderzoek naar allerlei aspecten van arbeid zou gaan bezighouden. Dit in een poging om fragmentatie van de psychologie tegen te gaan en Tilburg een eigen herkenbaar gezicht te geven. Een eigen identiteit. Poging om meer eenheid te bewerkstelligen, weerspiegelen niet zelden separatisme, eenheid voor uitsluiting en reductionisme op basis van autoriteitsargumentatie en eclecticisme. Zo ook bij Work. Elders treft men ook ernstige pogingen aan om het nog erger te maken door de oplossing te zoeken in integratie van de psychologie met de neurobiologie, de evolutieleer, de sociologie, het christelijk geloof, de theologie of de wijsbegeerde. Zo erg was het gelukkig bij Work niet. Maar de focus op één thema was knellend genoeg om te weten dat het bijvoorbeeld tot mislukken gedoemd was. Ja, deze wou ik laten zien. Iedereen kent wel dit educatieve speelgoed waar kinderen proberen. Oké, ik schrok al. Iedereen kent dit speelgoed, vormenstoof heet dat. Waarbij dus de ronde dingetjes door de ronde gaatjes, de achthoekige dingetjes in de achthoekige gaatjes moet stoppen om het kistje vol te krijgen. En iedereen kent dan ook wel gewoon bij kinderen of kleinkinderen dat toch heel hardnekkig geprobeerd wordt om het achthoekige houten blokje door het ronde cirkeltje te wringen. Dat gaat niet. Ik kan dat ook nooit lang aanzien. Dan zeg ik gewoon van, schat, dat gaat niet. Opa kan dat weten, die heeft dat ooit in het echt meegemaakt. Goed. Ik zag dat ik nog maar 4-5 minuten heb, dus ik ga nu over tot iets wat ik toch per se wil vertellen. We zijn in de loop der tijden ook verkast. Het oude provisorium, gebouw P, is niet meer.
De heilige grond is inmiddels omgewoeld en afgevoerd. Dit is waar we ooit begonnen zijn. We huizen nu onder andere in het opgepimpte landbouwhuis van Bedeau. Dus prachtig, zeggen wij in Tilburg. Simon Building genoemd. Vernoemd naar de Amerikaanse geleerde Herbert Simon. Dit is hem twee keer, dit is niet Nick en Simon, dit is twee keer Herbert Simon. Vernoemd naar de Amerikaanse geleerde Herbert Simon, de man die ons geleerd heeft dat managers niet altijd rationele beslissingen nemen, maar dat er vaak veel onzekerheid en subjectieve motivaties aan ten grondslag liggen. Kom daar maar eens op. Goed dat Amerikanen ons voortdurend de weg wijzen. Overigens was er wel kritiek op de naamgeving van de nieuwe huisvesting. Simon wist vermoedelijk amper waar Tilburg lag. En Tilburg kan dan niet bogen op nauwe persoonlijke banden met hem. Nou hoeft dat op zich ook geen probleem te zijn. Dit is een ander gebouw in Tilburg, staat aan de Vier Windelaan. Dat is de Petrus en Pauluskerk en die zijn er volgens mij ook nooit geweest. Lezend in het boek 50 jaar psychologie in Tilburg zie ik dat het ideaal van het bestuderen van psychologische fenomenen vanuit verschillende invalshoeken toch weer iets dichterbij gekomen is. Het oude FSW luistert nu naar de naam Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Een school waarin samenwerking en co-creatie hoog in het vaandel staan. De dreiging van verkokering, waarbij groepen die op hetzelfde terrein bezig zijn, langs elkaar heen werken en soms zelfs elkaar bestrijden, lijkt ingedampt door een nieuwe structuur in een echt overzichtelijk en logisch, bijna duikeriaans organisatieschema dat zo min mogelijk een struikelblok oplevert voor kennisuitwisseling en samenwerking. 2018 werd gestart met het Herbert Simon, daar heb je hem weer, Research Institute for Health, Wellbeing and Adaptiveness, gericht op de studie van complexe problemen op een integratieve wijze. Doel het vergroten van de interne samenwerking en het ontwikkelen van een sterker onderzoeksprofiel. Inspirator Simon roept daartoe op om het verleggen van grenzen daarbij niet te schuwen. Zo prijkt hij in de hal van het gebouw. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de stelling dat er geen grenzen zijn. En om met een andere grote denker te spreken, er zijn alleen plateaus waar je niet moet blijven, maar die je moet durven verlaten. Maar misschien bedoelde Simon dat ook wel. Ik ga afronden. Ja. Als er één ding duidelijk geworden is in een halve eeuw psychologie in Tilburg, dan is het wel dat er meer ups dan downs waren. En dat we 5 decennia lang blijk gegeven hebben van groei en veerkracht. Het verleden was innoverend, het heden hoopgevend en de toekomst wordt misschien nog wel mooier. Vooral als de Tilburgse aanpak model staat voor een psychologiebeoefening die de eenheid van het vakgebied hoog in het vaandel heeft staan, zonder te vervallen in de dwingende eenzijdigheid van een monocultuur of ongebreidelde versnippering. The American Psychological Association telt op dit moment meer dan 60 divisies. Niet iets om over te nemen, dunkt me. Dat hebben we al te lang en te vaak gedaan. Ik zeg Bert Duiker na, er is maar één psychologie, of er is er geen één. Dank u wel. Dank u wel, Guus van Hek. En ook goed te vermelden, uiteraard ook voor de mensen thuis. Deze hele uitzending is in zijn geheel ook terug te kijken. Dus dan kunt u er uiteraard nog meer van genieten. Dankjewel voor een mooie woorden. Ja, en een aantal dingen zijn al weggegeven. Ja, en hij gaat ook naast hem zitten. Kom er gauw bij en geef hem hartelijk applaus door Klaas Seidsma. Ja, schrijver van het boek. Kom er eventjes bij. Even kijken, ja, dit prachtige boek, Klaas. Want jij zat zo dadelijk naast Guus. Even voor iedereen, niet met je handen op elkaar, gesloten lichaamshouding. Dat is ook weer een onderdeel van de psychologie. Ik ben van de gesloten vragen. Ja, ook dus van de gesloten vragen, ja. En dan stel ik een open vraag. Wie ben je? Ik ben Klaas Seidsma. Ja. Ja. En we gaan het zo hebben over het prachtige boek, Een halve eeuw psychologie in Tilburg, wat we zo dadelijk aan de rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur gaan overhandigen. En hoe ben jij bij dit boek betrokken? Nou, ik, dat is een hele goede vraag.
Het kan best zijn dat ik mezelf op een gegeven moment heb aangemeld, maar dat weet ik niet goed. Dat weet ik niet zeker meer. Maar je hebt hier op de ene manier een rol in gehad samen met een aantal anderen. Ik heb hier een rol in gehad en dat moet ermee te maken hebben dat ik hier sinds 1997 hoogleraar methode en technieken van psychologisch onderzoek ben geweest. Ik ben het nog steeds, nog een paar maanden. Ja. En ik ben ook een tijdje decaan van de faculteit geweest, dus waarschijnlijk hebben ze gedacht van, nou ja, die heeft wel een beetje overzicht over de afgelopen 25 jaar. Ja. Ik bijt niet, kom rustig dichterbij, ik heb ook geen enkele spierkracht, dus je hoeft niet bang voor me te zijn. Geldt voor mij ook. Dus, en de anderhalf meter hoeft ook niet meer. Twee belangrijke opmerkingen die je wilde maken over dit prachtige boek. Je zei het eerste, en dat zagen we natuurlijk bij Guus ook al, het is een hele interessante geschiedenis die we hebben. En een geschiedenis die eigenlijk al iets eerder in Groningen ooit is ontstaan. Dat was misschien wel zo'n beetje de eerste psycholoog. Ja, volgens mij was Gerard Heijmans, met achteraf gezien de eerste psycholoog in Nederland, zo eind 19e eeuw, rond 1900. En in Groningen bestaat de psychologie dus ook al heel lang. De Universiteit van Amsterdam is ook een goed voorbeeld. Nou, Leiden en de VU hadden ook al een tijdje psychologie. Ik weet niet of wij de vijfde of de zesde opleiding waren. Ja. Maar ja, we hebben ons altijd als heel jong gezien, maar dat zijn we inmiddels ook niet meer. Want na ons zijn er nog diverse nieuwe opleidingen gestart. En kenmerkend, zei je ook, we spraken van tevoren, zei jij dus vooral dat idealistische in het onderwijs. Nou, wat mij is opgevallen, dat is de geschiedenis die Guus en vele anderen hier zelf hebben meegemaakt. Maar ik niet. Maar toen ik kennis nam van allerlei zaken over de eerste 25 jaar van de psychologie, viel mij dat idealisme op. Ja. Dus de psychologen wilden hier een uitmuntende psychologieopleiding starten. Beter dan waar ook. Ja. En het gekke is, het is er nog gelukt ook in het begin. Ja. Ondanks, want daar hoorden we Guus ook al, die grote bezuinigingsronde. En ook, zoals jij het formuleerde, een zekere stuurloosheid in het onderzoek in de jaren 80 en 90. Nou ja, kijk, door al die aandacht voor onderwijs vergat men een beetje dat het onderzoek ook heel erg belangrijk was. En Guus gaf het ook al aan iedereen. Deed maar wat, naar beste eer en geweten natuurlijk. Nou was dat bij andere psychologieopleidingen in Nederland niet zo heel veel anders, hoor. Dus dat moeten we ook niet overdrijven. Maar omdat de psychologie hier natuurlijk later begon, lag men een beetje achter toen in begin jaren 90 de onderzoekscultuur in Nederland drastisch veranderde. Ja, ik zie hier trouwens de fotograaf kijken, denk, gaan ze nou nog dichter bij elkaar staan? Dus ik, mag hoor. Vind je dat fijn? Ja, nee, ik zie het aan zijn gezicht. Want het is nou de derde keer dat je het zegt. Ja, hè? Daarom, ja ik hoop altijd wat subtiele signalen te geven. Ja. Nou, ga je gang. Hè? Ja, kijk, dan maakt hij een mooi fotootje. En dat brengt mij ook gelijk bij het tweede punt. Ja. En we hoorden Guus daar ook al even. Twee hele belangrijke dingen die inslaan als een bom, zoals jij het zelf zegt. Hè? Grote bezuinigingsronde en natuurlijk de affaire stapel. Dat is helemaal waar. Wat ik er eigenlijk over wilde zeggen is, ik heb het woord veerkracht een paar keer langs zien komen. Daar straks bij dat spelletje wat we met z'n allen deden, die steekwoorden doorgeven. Guus is ermee geëindigd, veerkrachtig. Kijk, de psychologie heeft volgens mij hier drie harde tikken gehad. Dus eind jaren 80 waren ze door een landelijke bezuinigingsoperatie bijna opgeheven. Eind jaren 90 door een ingrijpende reorganisatie bijna wegbezuinigd. En begin jaren 10 van deze eeuw door een rommelende hoogleraar bijna weggefraudeerd, zou ik zeggen. En dat hebben de psychologen eigenlijk allemaal geweldig opgevangen. Dus een mooi laat ook de veerkracht. Nou, een mooie kenmerk van de psychologie in Tilburg is een enorme veerkracht. Men is er eigenlijk altijd weer sterker uit de voorschijn gekomen. Never waste a good crisis. Churchill had gelijk. Ja, zeker. Helemaal waar. Ja. Nou, daar wisten ze hier wel raad mee. Waarmee ik niet zeg, het is tijd voor een vierde crisis, hoor. Dat hoeft van mij niet, hoor. Maar, Want als je alles in het boek overziet en kijkt, welke kant hoop je dan over een jaar of 50 waar we dan staan? Nou, dat is me te ver weg. Waar moeten we over 50 jaar staan? Volgens mij is de psychologie in Tilburg hier heel goed bezig. Je moet ook nooit vergeten, de psychologie in Nederland, de wetenschappelijke psychologie, staat internationaal op topniveau. Hè? En wij doen in Nederland goed mee, dus wij functioneren ook internationaal op topniveau. Dus dat is eigenlijk prachtig. Dus ik zou zeggen, ga zo door, mensen. Mooi. Dankjewel. Één ding mag zeggen over die geschiedschrijving. Kijk, wij zien onszelf natuurlijk als een hele jonge universiteit. En de psychologie als een jonge psychologieopleiding heeft één enorm nadeel. En dat is dat je je eigen geschiedenis niet zo serieus neemt. Dus ja, Pieter Siepers zal het beamen. Diverse keren hebben we geconstateerd dat hele archieven zijn weggegooid. Dood, dat krijg je als je jong bent en denkt dat je geen geschiedenis hebt. Hè? Doodzonde, dus ik zou de psychologen die nog een tijdje meegaan hier,
Die zou ik willen vragen, actualiseer die geschiedenis zo af en toe eens. Wacht er geen 50 jaar mee, hè. Doe dat gewoon eens wat vaker. Neem je eigen geschiedenis serieus. Mooie oproep. Als jij heel even aan deze kant, want praten over, ik praat nog veel liever met, hij zit daar, Pieter Siebers, kom er ook even bij. En geef hem ook uiteraard even een hartelijk applaus, ja. Laten we dus vooral niet wachten met het 100-jarig bestaan, tot we al die andere dingen die nu ook allemaal gaan gebeuren opschrijven. Jij bent ook betrokken geweest bij het boek, bij het schrijven ervan. En kun je herkennen in wat er net gezegd wordt? Ja, wat ik ook wel herken is dat de voorgeschiedenis soms heel lastig kan zijn. Want niet alleen hebben we hier te maken met archieven die incompleet bleken te zijn en voor een belangrijk deel eigenlijk niet existent meer waren. Maar ook die corona was erg lastig. We troffen elkaar moeilijk, we konden moeilijk met elkaar overleggen, et cetera. Maar desondanks is er, zeg maar, in die hele periode is er wel, vind ik, een heel waardevol boek ontstaan. Omdat er überhaupt aandacht is voor het feit dat zo'n subfaculteit er nu opleiding 50 jaar bestaat. Dat is iets wat in Tilburg niet zo heel veel gebeurt. Dat wordt soms wel eens vergeten of soms wordt het wat laat gezien. En het feit dat het nu gebeurd is, vind ik eigenlijk van buitengewone kwaliteit. Dus dat alleen al vind ik erg verheugend dat dat gebeurd is. Ja. Nou, laten we wat dat betreft ook uiteraard straks ook allemaal dat zelf constateren als we het boek gaan lezen. Ook veel dus gedaan. Oh, je wil nog één? Nou, één ding dat je dan leert in zo'n proces, voor je het al niet kon, om daar pragmatisch in te zijn. En dat kon ik wel weer afkijken van de vorige tijd. Dus daar heb ik mij met name een beetje in verdiept. En dan kom je de correspondentie tegen tussen de delegaties van Tilburg en het ministerie. Want daar moest, zeg maar, die opleiding bevochten worden. En vrij laat in het circuit wordt op een zeker moment gezegd dat het toch wel betreurenswaardig is dat Tilburg provisoria gaat krijgen. Dus die tijdelijke gebouwen die er tot in de jaren 80 hebben gestaan. En dan zegt zo'n ambtenaar van het ministerie, zegt van, dan noemt u het toch gewoon transitorium. En we noemen het anders en dan is het probleem opgelost. Is het probleem ook opgelost, ja. Mooi. Dankjewel Pieter, ook voor jouw inleiding. Ja, en dan nu dat mooie moment, de overhandiging. Ik zou graag meneer Van der Donk willen uitnodigen om hier ook op het podium plaats te nemen. En geeft u hem ook een hartelijk applaus. En Klaas, ik geef jou even de microfoon, want er horen natuurlijk even een paar mooie volzinnen bij. En daarna doen we de overhandiging van het boek. En ook daar natuurlijk, kijk dan straks even naar de fotograaf. We moeten dicht bij elkaar gaan staan. Ja. Nee, precies. Nee, maar de boodschap is helemaal doorgekomen. Dank je wel. En een open houding, meneer Van der Donk. Ja. En dit is een beetje overdreven. Mag ik zeggen? Ja. Goed. Hey Wim, wij zijn goede leerlingen. Dit is het moment om onze rector magnificus het prachtige boek te overhandigen. Ik durf dat zeggen, want ik ben een van de mede-auteurs. Wim, je zult zien dat de Tilburgse psychologie niet alleen een roerige, maar ook een hele moedige geschiedenis achter de rug heeft. En die heeft geresulteerd in een van de grote vakken die aan deze universiteit worden beoefend. De psychologie is in vele opzichten ook nog eens leidend voor deze universiteit. Ik denk zeker in op onderzoeksterrein, maar ik wil ook natuurlijk alle prachtige opvattingen over onderwijs niet onder stoel of banken steken. En het is ook heel erg opvallend dat bij de andere faculteiten diverse psychologen van naam en faam werkzaam zijn. Je kunt eenvoudig niet zonder psychologen, dat blijkt maar eens. En de toekomst, volgens mij, lacht de Tilburgse psychologie toe. Ik wil het daarbij laten. Ik overhandig je nu dit boek en ik wens je ontzettend veel leesplezier. Geef een hartelijk applaus. Heel graag, dankjewel. Nee, Klaas, blijf nog even. Ik heb een bos bloemen bij je thuis laten bezorgen vandaag. En dan zegt hij als dank voor zo'n boek, als dat iets wat overdreven, nee. Ik was gisteren, Antoinette die was zo aardig met de tippen. Klaas is morgen 25 jaar in dienst van onze universiteit. Dat wil zeggen, Klaas, dank je wel daarvoor. En ook nog een tijd mijn zeer gewaardeerde voorganger en wijze raadgever zo af en toe. 25 jaar, dus de helft van die psychologie meegemaakt hier. Een paar dingen bij het boek. Ik heb het gelezen, complimenten. Het is, mevrouw de decaan, u schreef het in het prachtige woord vooraf al, echt de moeite waard om echt er kennis van te nemen. Niet alleen van het mooie verhaal, maar ook van de lexicografie in het tweede deel van het boek. En ik denk eerlijk gezegd dat, aangevuld met nog eens, Guus, op de video kijken of op de iPad naar jouw mooie verhaal, dan denk ik,
kun je het beter zeggen dat als dit boek en jouw prachtige verhaal met alles wat je daar zo tussen zei, dan ben je gewoon apentrots op wat hier neergezet is. Met de humor, de kwinkslagen, maar ook de serieuze ondertoon van wat werkelijk onderzoek tot een goede hoogte brengt, wat dat is, Klaas. Dat staat er allemaal in en jij hebt dat ook wel op een voortreffelijke manier verwoord. Als je het boek leest, zie je dat eigenlijk de wortels nog dieper zijn dan die 50 jaar. Als je ziet hoe Jan de Kwaai, is zijn zoon helaas overleden, Jan ook intussen, al bezig was in de jaren 30 met die psychometrie, de vraagstukken van arbeid en zorg, dan is het eigenlijk een bewijs voor mijn wel vaker geuite stelling dat alleen wat diep geworteld is, hoog kan groeien. En die psychologie en alles wat erbij hoort, is in deze universiteit diep geworteld, is hoog gegroeid, kan af en toe eens een storm doorstaan. Het woord veerkracht is terecht gevallen. Chapeau daarvoor. Tegelijkertijd wil ik op dit moment namens het college van bestuur, namens ons allemaal, tegen jullie zeggen, hier in de zaal, allemaal betrokken en thuis via de stream, dank je wel. Het is niet zomaar gebeurd. Dit is door vele handen, hoofden, harten tot een prachtige opleiding gemaakt. En dat mag er zijn. En het heeft alleen nog maar een mooiere toekomst. De microfoon begint nu te haperen. Dat is volstrekt terecht. Voordat ik over het belang van Europa voor het onderzoek ga beginnen en tegen de dominantie van Amerika, Guus, daar gaan we nog eens een mooie boom op opzetten, word ik er feilloos aan herinnerd dat wat wij eigenlijk doen slechts het voorprogramma is van het cabaret. Dank u wel. Dank u wel, Wim van der Donk. Dank je wel ook. Ja, en voordat we naar dat cabaret gaan, natuurlijk nog één mededeling. Ik heb net ook even met de decaan overlegd. Het echtpaar wat 42 jaar geleden hier elkaar heeft ontmoet, krijgt uiteraard zo dadelijk ook een exemplaar van het boek. Dus gefeliciteerd. En u krijgt ook een boek. En u krijgt ook een boek. Dames en heren. Bij Oprah reageren ze heel anders altijd. Dat gaat al met een hoop hysterie. Maar jullie krijgen allemaal een boek, dames en heren. En we gaan nu genieten van het prachtige Cup Cabaret. Wat menigeen met spijt bekijkt, dat is hoe snel de tijd verstrijkt. Het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks het was en is een feit dat niemand overdrijft die zucht waar blijft de tijd. Er komt in ieders leven een moment dat je je even wilt bezinnen over hoe het daarmee staat in je bestaan. Het rare en het gekke dat je dan dus zult ontdekken, is dat gaandeweg het leven alsmaar sneller lijkt te gaan. En die acceleratie maakt je toch een beetje bang, want toen je nog een kind was duurde alles nog zo lang. Maar nu ben je ouder en je krijgt het steeds benauwder, want je denkt, toen ik nog jong was had ik helemaal geen weet van al die uren, dagen, maanden, jaren die voorbij gaan als een scheet. Wat menig ik met spijt bekijkt, dat is hoe snel de tijd verstrijkt. Het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks het was en is een feit dat niemand overdrijft die zucht waar blijft de tijd.
Hoe is het te verklaren dat wij allemaal ervaren dat het leven zich in allemaal grote vaart in ons voltrekt? Er is misschien een reden, maar die is dan tot op heden door de universitaire onderzoekers niet ontdekt. Die lui die meten tijd alleen maar met een instrument. En zo wordt het verschil in ons gevoel niet onderkend. Dat is in onze ogen typisch voor psychologen, want wanneer de tijd zo doorgaat in een steeds versnelde draf, dan liggen wij in subjectieve zin in 7 maanden in ons graf. Wat menigeen met spijt bekijkt, dat is hoe snel de tijd verstrijkt. Het leidt tot angst en ergernis, maar desondanks het was en is een feit dat niemand overdrijft die zucht waar blijft de tijd. We moeten dus proberen om de tijd te laten keren, want de tijd die je verloren hebt, komt nimmer meer terug. We moeten dus die peluttele momenten goed benutten, en juist daarom zingen wij dit liedje zo ontzettend vlug. Want als je heel veel doet in de je toegemeten tijd, dan raak je naar verhouding daarvan net wat minder kwijt. En om nu te besluiten gaan we vieren ons het buiten aan het snelste dat we hebben in ons hele repertoire. We zingen nu om tijd te winnen alles van dit liedje door elkaar. Hoe is het niet verschrijven, dat moment dat je je geven, dat ze zinnen over andere tijden vertrekt. Het rare en het gekke lijkt het als een zo ontdekken, dat het aan de weg schrijven, als het snel lijkt te gaan. Het lijkt tot angst en ergernis, maar het is ons dankzij het was er is. Dat is een feit, je kent het in mijn ogen, want het niemand tot hoog was om te kiezen, dat ik dacht. Die zucht waar het zeggen, want de jaren die verbergen is op straat. Die acceleratie maakt het net een beetje mis. Maar het is ondanks het was en is. Dan is het een feit. En je kent het in mijn ogen. Dat niemand overdrijft. Die zich verblijft. Want het jaar is even buiten in ons hoofd. Hartelijk welkom bij het Cupcabaret. Pieter Nieuwendt achter de piano, Suzanne Ruiten achter mij, en Jan Boelhouwer en ik heet Karel Soudijn. 3 psychologen en een docent taalvaardigheid Engels. Pieter doseerde hier op de universiteit Engels, maar hij ging met vervroegd pensioen toen Tilburg University het Amerikaanse knauwen als officiële voertaal invoerde. Hi. Eén van ons 4 is precies even oud als de nu jubilerende opleiding psychologie. Maar wij verklappen natuurlijk niet wie van ons 4 dat is. 50 jaar psychologie. We hoorden het zojuist. Op de eerste dag dat hij hier kwam werken, arriveerde Guus van Hek tegelijk met de vloerbedekking. Guus sleet minder hard, want hij liet niet over zich lopen. In de beginjaren kwamen er nog veel meer binnen. Kees Brunia bijvoorbeeld liet niet minder dan 5 kooien van Faraday installeren. Waarom? Eigenlijk weten we dat nog niet, maar we denken omdat er geld genoeg was en omdat die dingen je prima beschermen tegen de bliksem. Een auto beschermt je even goed tegen de bliksem, maar Kees vond het wat lastig om 5 auto's op zijn gang te hebben staan. Kort daarna bestelde Wim de Moor voor de afdeling klinische psychologie 5 luie stoelen. Waarom? Omdat die dingen veel prettiger zitten dan zo'n ijzeren kooi van Kees. Studenten hadden we ook al snel. Uit Brabant en uit Limburg. En elk jaar kwam er eentje uit Friesland. Dat vonden we zo schattig. Die kwam dan af op beroemdheden zoals Hettema, Poortega, Helene Poortega, Poortega, Ipe Poortega, Bergsma en later Seidsma en waarschijnlijk Brunia. Die moeten we ook niet vergeten. Studenten. Jan Boelhouwer vertelde ons in de kleedkamer dat hij al verschillende studenten herkende die in de tijd, tijdens zijn eerstejaarscollege statistiek, de Tina zaten te lezen. Wat zijn jullie groot geworden, zeg. Speciaal voor jullie zingen Jan en Pieter daarom nu een duet. Wow.
Wanneer wij zeggen, lieve dames, beste heren, dan denkt u vast, dat is een heel normale groet. Toch voelen wij de plicht om u te corrigeren, want er is helaas iets dat je donders goed beseffen moet. Man-vrouw verhoudingen zijn vaak onevenwichtig, want kijk alleen maar naar uw eigen faculteit. We formuleren het natuurlijk heel voorzichtig, maar we moeten onze zorgen even kwijt. En daarom stellen wij vandaag de ene cruciale vraag die ons vervult met ongemak. Waarom is dat vak van u opeens vooral een vrouwenvak? Ligt deze voorkeur aan de vrouwelijke psyche? Ligt deze studie meer voor vrouwen in de lijn? Of laat een vrouw zich door een vooroordeel bedriegen als ze denkt dat vrouwen de bekwaamste psychologen zijn? Dat zijn de vragen die ons beiden blijven kwellen. Bij dit soort kwesties zijn wij goud en einde raad. Is het wel zo dat wij de juiste vragen stellen, of zijn mannen daar gewoon niet toe in staat? Het is wel prettig als u weet dat dit soort vragen aan ons vreet. En daarom zuchten wij spontaan. Waarom willen vele vrouwen graag een psychologenbaan? Onze nieuwsgierigheid is nauwelijks te stillen. Wij willen weten, en u zegt misschien me too. Het gaat ons om de psychologische verschillen. En daarbij voornamelijk om wie en wat en waar en hoe. Onze verwachtingen zijn torenhoog gespannen, want wat het antwoord ook mag zijn, het zit ons hoog. Dat het dus lijkt of vrouwen beter zijn dan mannen, of in elk geval dan toch als psycholoog. Wij tweeën vinden dat een raar idee, toch feesten wij vanmiddag met u mee. Dat is dankzij uw gouden jubilee. Karel heeft al verteld dat ik van de, vroeger op de letterenfaculteit hier zat. Oh, even een slokje water. Ik ben dus taal- en letterkundige en, nou ja, maar goed. Ik schrijf dus ook af en toe gedichten, waaronder af en toe heel actuele, zoals deze. Ik beklaag mijn tante en mijn oom, want die zagen hun vakantiedroom, een excursie naar de watervallen, door corona in het water vallen. Maar ik heb ook wat gedichten. Het volgende lied, dames en heren, houdt zich weer bezig met het verstrijken van de tijd. Het verstrijken van mijn tijd. U weet, 10 jaar geleden trad ik hier voor het laatst op. En dat verstrijken van de tijd is mij niet in de koude kleren gaan zitten. En daar gaat het lied ook over. Maar ik heb ook 3 gedichten daarover die samen luisteren naar de titel 3 ouderdomsperikelen. 1. Ik begrijp wel dat ouderen vandaag over allerlei ongemak klagen. En ook ik doe hierbij mijn beklag, want ook ik ben een oude vandaag. 2. Met rasse schreden nader ik mijn graf. Vooral mijn overspeligheid neemt af. Zodoende vind ik er geen bal meer aan, al kan daar beter zo niet-doende staan. 3. Laatst las ik een verhelderend artikel getiteld Wat bejaarden moeten weten. Ik ben de inhoud alweer straal vergeten. En dat is mijn 3e ouderdomsperikel. We leven in veranderende tijden. Verandering is immers inherent aan het bestaan. Je kunt het niet ontkennen of vermijden. Het beste schijnt te zijn om er gedwee in mee te gaan. Als iemand dat beweert, valt dat bij mij verkeerd. En tegen zo'n persoon zeg ik dus heel gewoon. Ga zelf met je tijd mee, zeur mij niet aan de kop. Ik wil niet met mijn tijd mee, want mijn tijd die zit erop. Ik zeg het zonder schaamrood op de kaken. Ik vind het niet zo vreselijk om achterop te raken. En ook ben ik niet vreselijk gedwee. Ik doe er niet aan mee. Er komt geregeld iemand aan mij vragen of ik op Facebook zit en of ik Skype en Tinder heb. Dan zie ik ze mij stilletjes beklagen. Als ik ze antwoord dat ik ook niet Twitter en niet app. En als ik word bespot, berust ik in mijn lot. Maar wat ik soms wel zeg,
dat is, ach, ga toch weg. Ga zelf met je tijd mee, zit mij niet op de huid. Ik wil niet met de tijd mee en daar kom ik rond vooruit. Het stemt mij verontwaardigd en verbolgen. Dat iedereen die sociale media moet volgen. Dus weg met dat onzalige idee. Ik doe er niet aan mee. Ga zelf met je tijd mee. Voor mij is dat een straf. Ik wil niet met mijn tijd mee. En ik haak dus liever af. Ze zullen mij voorlopig niet zien chatten. Ik denk dat ik nog eerder een tattoo zou laten zetten. Dus weg met het onzalige idee. Ik doe er niet aan mee. Nee! In het volgende lied doen wij een beroep op uw fantasie. Want u moet zich voorstellen dat Jan Boelhouwer, de vroegere hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, Wim de Moor is. In Bergen op Zoom staat de sigarettenfabriek Philip Morris. Jaren geleden kwam Philip Morris in moeilijkheden omdat het personeel massaal aan een burn-out leed. En omdat Wim, Jan dus, hun grootste klant was, vroegen ze hem om daar iets aan te doen. Wim, Jan dus, moest zorgen dat ze daar in die sigarettenfabriek weer het vuur uit hun sloffen zouden lopen. Nou, als iemand zoiets kan, dan is Jan dat wel. Of Wim. Verder moet je zich voorstellen dat Suzanne het dochtertje is van Jan of van Wim. Die twee, die delen een geheim. O vader, o dochter, ik luister. Jij bent toch ja, hoogleraar. Ik ben hoogleraar. Jij bent toch hoogleraar. En menig hoogleraar verdient er met klussen wat bij. Ben jij er zo eentje? Ja, ik ben er eentje. Die doet aan, die doet aan die schnabelarij. Maar ik blijf daarover maar liever discreet. Nee, het is niet nodig dat niemand dat weet. Want als je van dat soort gevoelige dingen wat zegt, dan wordt dat haast altijd verkeerd uitgelegd. De mensen zijn dom en de mensen zijn slecht. Dus ons mooie geheim, mijn schnabelarij, komt niemand te weten van mij of van mij. Van mij of van mij, geen woord zeggen wij. Want wij, ja, want wij, ja, want wij, ja, want wij, wij verzwijgen het allebei. Dus ik weet, dus jij krijgt wat zakgeld erbij. Guus heeft in een half uur de hele geschiedenis van psychologie samengevat, maar hij kwam niet aan alles toe. Bijvoorbeeld de vraag van, hoe zat het hier nou echt vroeger met het onderwijs? Harry Peters, onze bouwpastoor, die propageerde Bildung. Dus nodigde Harry Peters wel eens studenten uit om bij hem thuis te komen dineren. Daar kregen ze Bildung. En daar kregen ze in de vorm van een zakje Konimex.
met de instructie: maak er maar iets lekkers van. Er was trouwens nog een Harry, een andere Harry, verbonden aan onze opleiding psychologie. Een van de eerste neuropsychologen in Nederland. Deze Harry gaf zo geconcentreerd onderwijs dat hij tijdens een hoorcollege een sigaret met de brandende kant in zijn mond stak. En toen veranderde het hoorcollege in een demonstratiecollege. We hadden en we hebben ook een topsportregeling. Ik heb nog een aantal spelers van Top Os in de collegezaal gehad. Die dachten dat ze bij ons sneller konden promoveren dan op het veld. En ik heb ze mij meteen doorgestuurd naar John Rijsman. Eerstejaars moesten duiven conditioneren. Daarna waren ze ongeschikt voor de maatschappij en werden ze door de docenten opgegeten. De duiven, niet de eerstejaars. In het psychologisch laboratorium liepen trouwens ook nog 7 apen rond, maar die zijn nooit verder gekomen dan hun proper duizen. En over rondlopen gesproken, daar gaat nu ons volgende lied over en dat is getiteld Kringloop. Gezamenlijk bezingen, niet als solisten maar in koor. Dat is de kringloop van de dingen, die houdt niet op en gaat maar door. Die gaat maar door. Die kringloop die wij hier bekijken, is een constante wisseling. Waarin iets opkomt en verdwijnt. En er is geen begin of eind, want het voltrekt zich in een kring. Het geldt voor alles in het leven. Dat maakt het juist zo interessant. Wij zullen nu een voorbeeld geven. Het onderwijs in Nederland. In Nederland. Dat wij daar aandacht aan besteden. Dat stelt u vast enorm op prijs. Want overal gaat goed beschouwd. Wel eens iets goed, maar dan weer fout. Dat geldt ook voor het onderwijs. Dat onderwijs had lang geleden een onberispelijke naam. En allen die er iets in deden, die waren reuze vakbekwaam. Heel vakbekwaam. Ja, door de bank genomen had het een ongelofelijk niveau. En het voldeed aan ieders wens. Zodoende was er ook geen mens die het lala vond of zo. Dat niveau een keer zou dalen, Dat wou natuurlijk niemand graag. Maar het viel niet meer te halen. En dus ging het niveau omlaag. Gestaag omlaag. Ach, hoeveel hoger was het vroeger? Wij spreken hier nu van een tijd die niet kan worden overschat. Het was de periode dat wij zelf werden opgeleid. Die mooie tijden zijn vervlogen. Die mooie tijden zijn vergaan. Wij krijgen tranen in de ogen. Als wij daarbij staan stil te staan. Staan stil te staan. Maar wie terugdenkt aan de kringloop. En wat daarover is gezegd. Die heeft daar niet van geleerd. Dat pessimisme is verkeerd. En nu dus hopelijk weer leeg. Wees opgewekt en welgemoed. Eens wordt het onderwijs weer goed. Al is het nu toevallig slecht. Dus hou je haast en trek je plan. Ontsla de managers en dan komt alles vast wel weer terecht. Leren studenten iets van het onderwijs? Kort geleden kwam ik een vroegere student tegen die uitriep:
Van jouw eerstejaarscollege heb ik alleen maar onthouden dat je tussen je benen door naar de maan kunt kijken. Waarom je dat zou kunnen doen en wanneer, dat wist ze niet meer. Ik ga dat hier ook niet meer herhalen en ik ga het ook niet nog eens een keer voordoen. Bildung, ja ja. En dan nu, opgedragen aan alle studenten die zo vurig pleiten voor invoering van het judicium, summa cum laude, ons lied 6 min. Sommige studenten halen tienen, want die hebben veel talenten en enorme discipline. Andere studenten halen negens, want die zien van al dat werken wel de voors, maar ook de tegens. En er zijn er ook die halen achten, want die zijn al reuze goed, maar toch wat minder dan ze dachten. En er zijn er ook die halen zevens, want die hebben naast hun studie vele veel te drukke levens. En dan zijn er ook die halen zessen, want behalve hun diploma hebben die geen interesse. En dat doet misschien een beetje pijn, maar die laatste blijken veruit in de meerderheid te zijn. Zelf leerde ik al gauw mijn eerste les, en dat was dat je geslaagd was met een 6. Maar die boodschap wilde er bij mij niet in, volgens mij had je genoeg aan een 6 min. Ja, ik heb het nog gevraagd en het was goed dat ik het vroeg. Een 6 min, dat is genoeg. En geen handen uit de mouwen en geen handen aan de ploeg. Een 6 min, dat is genoeg. Waarom zou je je vermoeien met geploeter en gezwoeg? Een 6 min, dat is genoeg. Ik heb morgen een tentamen, maar ik moet nog naar de kroeg. Een 6 min, dat is genoeg. Deze maand heb ik nog 6 of 7 feesten voor de boeg. Een 6 min, dat is genoeg. Als ze zeggen jij kunt beter, dan zeg ik altijd ja doeg. Een 6 min, dat is genoeg. Al die nuttige adviezen, daarop doe ik mijn gevoeg. Een 6 min, dat is genoeg. En het kan me ook niet schelen of het slaagde is of sloeg. Een 6 min, dat is genoeg. Een 6 min, een 6 min, een 6 min, dat is genoeg. Genoeg! U hebt begrepen dat dit een heel oud liedje was, want een 6 min is al lang niet meer genoeg. Een 6 min is veel te veel. Tegenwoordig is een 5,5 al voldoende. En de docenten, hoe staat het daarmee? Die pakte 50 jaar geleden de zaak groots aan. Ton van Bokstel ving een muis, geen proefdier, maar een wilde. Die sloot hij op in een doos. Om de doos knoopte hij een touw. Daarna zette hij de doos op tafel bij een secretaresseoverleg met de instructie: meteen openmaken! En Harry Peters, onze man van de Bildung. Harry nodigde een gezelschap bij zich thuis uit om te komen dineren. Met Koniflex natuurlijk. Van tevoren liet Harry door een studentenassistent, Giel Hutschemakers, een paar flessen kruidenierswijn overschenken in flessen met een Huize Rothschild-etiket. Na het diner vroeg Harry wat men van de wijn vond en het antwoord was voortreffelijk. Ach, die Harry Peters. In een interview bij zijn afscheid als hoogleraar vertelde hij hoe hij zelf als puber was. Citaat: erg ascetisch, sober levend en mezelf veel ontzeggend. Hoe mensen kunnen veranderen, hè? Daarom nu ons feestlied 50 jaar psychologie. Een mens geeft uiteraard niet elke keer als hij verjaart een imposant en uitgebreid verjaardagsfeest. Maar bij een rond getal is dat geregeld het geval. En als het deelbaar is door 5 of 10 het meest.
Heel Tilburg University, dat staat in vuur en vlam vanwege 50 jaar psychologie. Ja, pot, verdrie, al 50 jaar psychologie. Dat is natuurlijk wat je noemt de mijlpaal die ik hier voor u van harte van een liedje voorzie. Een mijlpaal die ik gaarne van een liedje voorzie. Want zegt u nou zelf, dit soort dagen mag niet worden overgeslagen. En als ze ons dus komen vragen, nou ja, dan zijn we wij er als de kippen bij. Want we zaten lang geleden wel eens op voor onder volk, maar dat volk was toch vaak niet zo pie. Dus als het erop aankomt, dan verkeren wij toch heel wat liever in het psychologische circuit. Wij vinden het dus fijn om hier bij u te mogen zijn. Maar dat is eigenlijk geheel en al terecht. Dat wij hier zijn als gast, daar zijn wij amper door verrast. Want wij zijn zelf ook psychologisch onderlegd. U hebt vandaag natuurlijk ook een thema. En dat thema, dat is 50 jaar psychologie. Een summary van 50 jaar psychologie. En wie voor dit symposium dat thema kon bedenken, nou dat is dus volgens onze genie. Ja, zeker wie zoiets bedenkt, dat is een genie. Dus om u te feliciteren, trek ik, lieve dames en heren, met heel veel genoegen wat veren. En nee, ik noem vandaag dat lichaamsdeel niet graag, maar de organisatoren van dit gouden jubileum hebben echt hun zaakjes onder de knie. En ze wilden ook een passend intermezzo en ze zetten daarbij ook alweer de puntjes op de i. Ze zochten een gezelschap met een aantal psychologen van niveau en met wat diepgang en esprit. Dus dat wij mochten komen om vandaag voor u te zingen, dat bezorgt ons een vlaag van euforie. Dus roepen wij tenslotte namens iedereen van binnen en van buiten Tilburg University. Merci! Even wachten. Speciaal voor de moderator laat ik zien dat er staat, onze tijd zit er bijna op. Natuurlijk hadden we u nog uitgebreid willen vertellen hoe Joop Hettema college gaf. Van links naar rechts en van rechts naar links voor de collegezaal lopend, waarbij hij bij elke wandeling telkens één kaartje voorlas. Natuurlijk zouden de alleroudsten onder u van ons graag nog willen weten waarom Wim de Moor en Jurrit Bergsma zo moeilijk samen door één deur konden. Ze waren veel te dikke maatjes. En komt er nog een grap over Bea de Gelder? Nee. Wel zijn we nu toe aan ons slotlied. Bye bye. Er is een belangrijk aspect aan het leven, en dat is de tijd die gestadig verstrijkt. Want alles duurt eigenlijk altijd maar even, vooral als je psychologisch bekijkt. En ook van de show die door ons is gegeven, is nu alweer bijna het einde bereikt. Dus over en weer wordt er afscheid genomen. En in vele ogen, daar blinkt nu een traan. Die traan, dat is een der bekendste symptomen van een van de wijsheden van het bestaan. Die luidt dat er niet slechts van te hopen, maar dat er ook altijd een tijd is.
Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja, wat een prachtig optreden. En wat een intermezzo. En wat een bruggetje gaan we dan maken naar inspiratie voor psychologie van de toekomst. Onderwijs, onderzoek en impact. Ga er maar aan staan. En dat betekent ook nog dat de persoon die zo dadelijk dat als eerste mag doen, volgens mij de allermoeilijkste taak heeft. Niet alleen omdat je dan na het cabaret weer even helemaal naar onderzoek gaat, maar ook nog omdat zij een uur van tevoren, een uur geleden, nog niet eens wist dat ze hier zou gaan staan. We hebben namelijk 4 jonge onderzoekers gevraagd om ons mee te nemen in hun onderzoek. En Marion van den Heuvel is een van hen. Maar helaas, we weten ook allemaal natuurlijk, corona gaat rond, kan zij hier niet bij zijn. En dus is op het allerlaatste moment, en geef haar ook een oorverdovend applaus, Elise Turk gevraagd om haar plaats in te nemen. Kom er even bij, Elise. Lekker. En Marion is wel zo vriendelijk geweest om haar tekst keurig uit te schrijven, inclusief zelfs de klikjes waar jij moet doorklikken, want voor de goede orde, jij gaat de tekst van Marion voorlezen. Ja, dus het is niet jouw onderzoek, maar dat van Marion. Wat doe je zelf? Ik ben wel onderdeel van een team. Precies. Ik doe zelf ook hetzelfde onderzoek, alleen zij is de projectleider. Ja, en ik zei al, het is een hele zware taak, want jij wist volgens mij vanochtend toen je opstond niet dat je vanmiddag hier zou gaan staan. En dan sta je ook nog naast dat geweldige cabaret. Dat is even een hele omschakeling. Heb je zelf een bruggetje bedacht van dat cabaret naar het onderzoek waar je ons zo dadelijk in gaat meenemen? Want iedereen zit natuurlijk nog midden in die liedjes en dan gaan we straks ineens, hop, dat onderzoek in. Nou, het was gewoon superleuk en ik hoop dat we met ons onderzoek ook weer iedereen enthousiast kunnen maken over ons onderzoek en over de toekomst van ons onderzoek. Ja. Nogmaals, ontzettend sportief dat je dit wil doen. Ik geef jou de klikker, daar kun je doorgaan. En daarna hebben we nog 3 pitches van 3 andere onderzoekers die uiteraard ook iets gaan vertellen. En daarna zal Antoinette de Bond uiteraard nog in een afsluitend woordje afsluiten. Het woord is aan jou, zet hem op. Ja. Pak even de microfoon erbij. Of staat je? Oh, sorry, je hebt er een. Ja. Ik heb er een, maar... Ja, heel goed. Ja? Oh, even de slides. Yes. Nou, het onderzoek van Marion van den Heuvel en van ons team richt zich op het ontwikkelende babybrein. Het babybrein groeit tijdens en na de zwangerschap extreem snel, waardoor het in die periode extra kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf. Ons onderzoek heeft als doel om kinderen de peststart mogelijk te geven door te onderzoeken hoe het babybrein ontwikkelt onder verschillende omstandigheden. Daarbij kijken we zowel naar armoede, stress van de moeder tijdens de zwangerschap, maar ook naar bijvoorbeeld gezinstrauma's. Het onderzoek is transdisciplinair, wat inhoudt dat het vanaf de start samenwerkt met verschillende disciplines, zoals de medische en de klinische psychologie, de ontwikkelingspsychologie, de neuropsychologie. Maar Marion en ons team heeft ook een goede samenwerking met methode en statistiek, sociale psychologie en transo. En daarnaast kent het onderzoek ook samenwerking met verschillende Nederlandse universiteiten, zoals het Radboud in Nijmegen. En hebben we ook heel veel internationale samenwerkingen. Maar samenwerking met de maatschappij staat ook erg centraal. We betrekken bijvoorbeeld bij ons onderzoek altijd ouders en mensen uit de klinische praktijk, die vaak een adviserende rol hebben. Het onderzoek wordt uit verschillende bronnen gefinancierd, waaronder het KNAW, het ministerie van VWS en het Bernard van Leer Foundation. En Marion heeft ook een hele grote NWO-beurs gehaald. Er komt ontzettend veel onderzoeksgeld binnen. Een voorbeeld van ons onderzoek is het Brains in Sync onderzoek. Daar ben ik zelf ook onderdeel van. En voor dit onderzoek kijken wij naar hoe de hersenen van moeder en baby synchroniseren als zij samen zijn. En ook onderzoeken wij wat er gebeurt met synchronisatie tussen moeder en baby wanneer de moeder plots op haar telefoon kijkt. Voor bijvoorbeeld 2 minuten. Om dit te doen hebben we zowel de baby als de moeder een EEG-kapje opgedaan en meten we de hersenactiviteit tegelijk. Dit heet dual EEG of EEG-hyperscanning. En dit wordt slechts in een paar laboratoria in de wereld gedaan. In de toekomst hoopt Marion en haar onderzoeksteam het onderzoek voor te zetten.
En uit te bouwen. En vooral willen we kijken naar de invloed van armoede, de mentale gezondheid van ouders en het toenemende gebruik van mobiele telefoons onder ouders. Dat houdt ons bezig. Ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel voor jouw inleiding. En wens Marion heel veel beterschap uiteraard namens ons. Maar ongelooflijk sportief ook dat jij deze taak wilde opnemen. Dankjewel. Ja. En de volgende pitch, geeft ze haar ook een hartelijk applaus, is van Floor Mos. Zet hem op. Ja, dankjewel. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Er zijn in Europa, ik kan het niet zien, 10 miljoen mensen die kanker hebben of hebben gehad. En slechts 1 op de 5 van hen zegt in goede gezondheid te leven na kanker. Nou, we weten dat kanker, maar ook de behandeling van kanker met name, zorgt voor allerlei effecten op de lange termijn. Vooral negatieve effecten. Dus denk aan allerlei bijwerkingen. Dat weten we dus inmiddels, maar die mechanismen erachter, die begrijpen we nog niet zo goed. Wat we willen onderzoeken, is, of wat je eigenlijk zou willen weten, is wie ervaart er nu klachten na kanker? Waarom juist de ene persoon wel en de andere persoon niet? En wat kun je daaraan doen? Dat onderzoeken we met de PROFAS-registratie. En PROFAS is een samenwerking tussen het Intrakankercentrum Nederland en Tilburg University. Dus we hebben dat samen opgezet. Het is een registratie waarmee wij proberen om in kaart te brengen. We proberen deze vragen te beantwoorden. We proberen daarmee studies op te zetten, dus onze data te verzamelen. We verzamelen ook data voor andere onderzoekers, dus voor andere studies. En wij delen ook al onze data. Om dan even een beeld te geven van wat we dan precies verzamelen. We hebben die patiënt centraal staan en daar willen we dus meer over te weten komen. We hebben een link met de Nederlandse kankerregistraties, de klinische gegevens van patiënten, die hebben we altijd. We hebben ook altijd vragenlijstgegevens, dus patiënten vullen heel veel vragenlijsten voor ons in. We hebben online cognitieve testen beschikbaar voor bepaalde studies. We hebben een link met Pharmo, dat is een Nederlands instituut wat geneesmiddelengebruik registreert. We nemen bloed bij patiënten af in onze eigen studies. We hebben een koppeling met de Eetmeter, dat is een online voedingsdagboek, waarmee patiënten dus aan kunnen geven wat zij eten en drinken elke dag. We sturen meetlintjes op naar patiënten, zodat ze hun heup taille-omtrek kunnen meten zelf. We sturen ze soms ook weegschalen toe met een bio-impedantiesysteem, dus die meet niet alleen gewicht, maar ook spiermassa en vetmassa. Dan hebben we nog Fitbits en Actigraphs. En Fitbits en Actigraphs zijn een beetje beweging van patiënten, maar ook bijvoorbeeld slaapkwaliteit en slaapduur. En we vragen patiënten soms ook een plukje haar af te knippen om cortisol te bepalen. En door al die metingen in te zetten, proberen we in kaart te brengen hoe het met mensen gaat, maar ook waarom bepaalde mensen klachten krijgen en anderen niet. Even heel in het kort wat PROFALS dan precies is. We zijn met zo'n 30 onderzoekers die werkzaam zijn bij Tilburg University, het departement Medische en Klinische Psychologie en ook bij het Intrakankercentrum Nederland. We hebben zo'n 55 lopende studies momenteel, van onszelf, maar ook van andere onderzoekers. Gegevens van 30.000 patiënten inmiddels. Wij verzamelen data in alle Nederlandse ziekenhuizen en ook in 20 ziekenhuizen in de UK. En wij verzamelen jaarlijks ook vragenlijstdata bij een normpopulatie van centraldata. En daar gaan we binnenkort ook bloed bij afnemen. Vervolgens hebben we nog output natuurlijk. 170 wetenschappelijke publicaties ruim. 11 afgeronde proefschriften. Het afgelopen jaar, ondanks corona, toch 3 symposia kunnen organiseren. We hebben data gedeeld met inmiddels meer dan 50 onderzoekers wereldwijd. En het afgelopen jaar, extra leuk, hebben 50 psychologiestudenten onze data gebruikt voor hun bachelor en hun masterthesis. Dankjewel, Floor Mos. Je krijgt ook een hartelijk applaus. Ja, en ik ben altijd gewoon even benieuwd. U mag me ook rustig wegsturen, hoor. Maar wat vindt u zo, als u dit allemaal hoort? Maakt dat ook weer trots over wat er nu allemaal weer gaande is? Ik vind het indrukwekkend allemaal. Geweldig, ja. Ja. Fantastisch, dankjewel. Mag ik u dezelfde vraag ook stellen? Bent u ook onder de indruk van wat u hier hoort? Ja, met name dat onderzoek van baby's en ouders die dan meer op de telefoon kijken. Ben ik dan benieuwd wat daaruit komt. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook al, we willen ook graag op de hoogte gehouden worden. En je zegt al, ja, wij publiceren natuurlijk heel veel. Hoe kunnen we een beetje in de gaten houden wat jullie allemaal doen en wat er allemaal verschijnt? Nee, wij publiceren natuurlijk veel. We hebben websites, we hebben ook actieve Twitter-accounts, we hebben nieuwsbrieven. Jullie twitteren wel, in tegenstelling tot, we noemen geen namen, maar andere pianisten. Uiteraard. Ja. Nee, ja, en we zijn wel op congressen natuurlijk. Precies, precies. Nou, nodig ze dus ook vooral uit. Nogmaals, heel veel dank, Floor Mos. En wij gaan door naar Joran Jongeling. Kom er ook bij. Joran, welkom. Fijn ook dat je er bent. Dank je. Jij bent ook al gemaaid. Ja, dus je volgens mij 1 keer doorklikken en dan staat hij klaar. Zet hem op. Dank je wel. Zat je aan? Ja.
We hebben in de voorgaande presentaties denk ik al hele goede voorbeelden gezien van wat je allemaal kan bereiken met samenwerken. Dus ik wil eigenlijk beginnen met zeggen van ja, ik sta hier nu wel, maar ik sta hier echt namens een hele groep mensen. Ik sta hier namens alle eigenlijk leden van de Tilburg Experience Sampling Center, of TESC zoals daar zo mooi staat. En wat TESC is, is TESC is echt een netwerk van onderzoekers uit heel TSB en ook eigenlijk daarbuiten. En wat ze allemaal samenbrengt, die mensen, is dat we ondanks onze ja, verschillende achtergronden en verschillende onderzoeksinteresses allemaal bezig zijn met onderzoek waarin we echt ongekend inzicht krijgen in eigenlijk de gedragingen, de gevoelens, de emoties ook van mensen. En dat terwijl ze bezig zijn met hun dagelijks leven. Hoe we dat doen is door mensen niet maar één keer te meten of enkele keren te meten, maar we meten ze echt meerdere keren per dag. En eigenlijk terwijl iedereen gewoon bezig is met gewoon naar zijn werk gaan, zijn dagelijkse beslommeringen. Dus wat het onderzoek echt doet, is het zet de individu echt centraal. En het geeft een ongekend inzicht in hun rijden en zeilen. Nou, wat daar het mooie van is, is dat het de deur openzet naar individuele behandelingen. Dus we hoeven het niet meer te doen met het antwoord op de vraag, wat werkt nou over het algemeen? En dan hopen dat dat antwoord ook geldt voor die patiënt die hier echt voor ons zit. Maar we kunnen echt voor ieder individu gaan bepalen, wat heeft deze persoon nu nodig en wanneer? Dat heeft nog eens toegevoegde waarde bij TESC, omdat we zoveel verschillende mensen hebben en ook klinische contacten. En dat leidt ertoe dat we al die inzichten ook echt multidisciplinair kunnen belichten en in de praktijk kunnen brengen, wat gewoon nog meer impact geeft aan al onze resultaten. Nou, naast dat echt focus op het individu en naast dat de link en het multidisciplinaire en de link met de praktijk, komen er nog twee dingen samen in TESC die in de toekomst steeds belangrijker gaan worden. Dat is het gebruik van technologie en lifelong learning. Ik zal even beginnen met technologie, want al dat onderzoek wat ik nu noem, waarin we mensen meerdere keren per dag meten, zonder technologie zou het eigenlijk niet zo goed mogelijk zijn. Het is wel gedaan in het verleden, dan kregen mensen hele stapels papier mee naar huis, zodat ze meerdere keren per dag wat in konden vullen. Je kan je voorstellen, niet ideaal, goed voor de conditie om het allemaal te tillen, maar zeker niet makkelijk. En tegenwoordig gaat het gelukkig allemaal met smart devices, dus smartphones, smartwatches, noem het maar op. Die smartwatches, er zit een app op, die app die geeft de questionnaire en die geeft ook een melding dat je moet gaan invullen. En die melding die kan afhankelijk zijn van context, is iemand thuis op zijn werk, kan afhankelijk zijn van gedrag, dus als je lang stil zit dat je dan een melding krijgt. Dus dat maakt het veel makkelijker om voor onze deelnemers om de data in te vullen en voor ons dus om te verzamelen. Kan zelfs nog makkelijker tegenwoordig. Thor noemde al een aantal sensoren die gebruikt worden. Nou, en die leiden er gewoon toe dat je lichamelijke activiteit, hartslag, bloeddruk allemaal kan meten, zelfs zonder dat mensen ook maar iets hoeven te doen. Nou, tot slot, ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat is in je privéleven zo. Ik bedoel, de helft van wat mijn kleine neefje doet, kan ik echt niet volgen. En op onderzoeksgebied is dat eigenlijk niet anders. Dus het is heel belangrijk om gewoon doorgaand onderwijs aan te bieden aan onderzoekers. Zodat ze gewoon bij kunnen blijven en zich steeds kunnen blijven doorontwikkelen. Nou, daar zijn we in TESC ook heel erg mee bezig. Er wordt cursussen uiteraard over hoe je ons soort studies opzet, hoe je met de technologie omgaat, hoe je de data analyseert. Maar vooral ook hoe je nou ervoor kan zorgen dat jouw onderzoek de sprong maakt naar de praktijk. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat een therapeut je resultaten begrijpt en kan gaan gebruiken? Hoe zorg je ervoor dat je je deelnemers echt kan bereiken en zelf inzicht kan geven in hun functioneren? Of hoe zorg je ervoor dat iemand anders het door jou ontwikkelde interventie zelf kan gaan gebruiken? Nou, om dat soort dingen voor elkaar te krijgen is gewoon onderwijs nodig. En zonder goed onderwijs dus eigenlijk ook geen ons goed onderzoek. Mooi. Dat is hem. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en ik ben ook altijd gewoon maar even benieuwd. En u mag me wegsturen, Max, zag je toevallig een klein overlegje. Wat kreeg u net te horen? Nou, dat was eigenlijk ook de vraag. Ja, ja. Ja, u mag de vraag stellen. Nou, ik zag jullie overleggen. Dus ja, nee, maar de vraag is, wat voor dingen haal je er uiteindelijk uit als het gaat om verandering, verbetering van de... Verandering en verbetering, wat je eruit haalt? Ja. Nou, het punt is zeg maar dat wat we nu allemaal gedaan hebben is we keken altijd gewoon naar hele grote groepen mensen. En dan keken we gewoon van, joh, zien we bijvoorbeeld dat mensen die ouder zijn of meer activiteit hebben bijvoorbeeld gezonder zijn. En dat is allemaal op groepsniveau en dat geldt niet voor individuele personen. Je hebt het dan over de gemiddelde persoon en de gemiddelde persoon die bestaat gewoon niet. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van ja, veel beweging is goed en dat zorgt ervoor dat je minder kans hebt op een hartaanval bijvoorbeeld. Voor mij persoonlijk is mijn persoonlijke kans op een hartaanval groter als ik ineens heel actief iets ga doen, als dat ik gewoon lekker stil op mijn bank zit. Dus je kan veel beter echt kijken voor individuele dingen van hoe zit het nu en ook qua timing, wanneer moeten we die behandeling nu gaan inzetten. Dus je kan echt veel meer maatwerk leveren eigenlijk. Ja?
Mooi, mooie vraag ook. Ja, en je gaf ook al aan, hè, onderwijs, het belang daarvan. Geef je zelf ook onderwijs? Ja. Ja, want daar zagen we, hoorden al een klein terugblikje. Vroeger waren het nog meisjes die met de Tina zaten. Tegenwoordig zijn er ook wat veranderingen op dat vlak, denk ik. Hè? Ja, het is nu meer de Tina op internet te volgen op je laptop, denk ik. Ja, maar precies. Ik heb nog geen tijdschriften gezien. Nee. En heb je daar zelf ook al veranderingen in meegemaakt? Je merkt van, god, er zijn bepaalde manieren, zoals ik mijn onderwijs nu inricht, die we anders zijn dan toen je zelf student was. Ja, je ziet wel, dat is ook deels door corona natuurlijk, dat het wel steeds meer hybride wordt. Dus dat het echt steeds meer is dat je en mensen in je zaal hebt zitten en die het online volgen. Precies. En dat we aan het kijken zijn van, wat kunnen we daar nu mee doen? Is het niet handiger om bijvoorbeeld in plaats van ieder jaar hetzelfde college aan te bieden, dat op te nemen, dat mensen dat thuis kijken en dan veel meer voor de interactie te gaan terwijl we in de zaal zitten. Dat soort dingen. Maar daar komt straks nog... Daar gaan we straks meer over. Dat is een heel mooi bruggetje. Ja. Dankjewel. Jij krijgt nogmaals een hartelijk applaus. En Tila Pronk zal de vierde pitch verzorgen. Hij staat alweer klaar. Dankjewel. Dat is inderdaad echt een te gek bruggetje naar mij. Want ik ga jullie iets vertellen over onderwijs. En dat mag natuurlijk niet onvermeld blijven op deze dag. Want psychologie gaat ook over onderwijs. En het is mij gevraagd om iets te zeggen over het onderwijs. Sorry dat we je even moeten onder... Of de ene minuut doet de excuses, doet hij het niet. Dus zal ik even... Ja. Nou, het was ook tot nu toe heel oninteressant. Dus ik begin gewoon opnieuw. We gaan... Dankjewel, dat is heel, heel ruimhartig van je. Ik wil het met jullie gaan hebben over het onderwijs van de toekomst. En dat is best wel een grote klus. Ik heb hier 3 minuten voor, dus dat is een nog grotere uitdaging. Ik ben hiervoor te raden gegaan bij het strategisch plan van deze universiteit. Want ja, waarom zou ik het zelf bedenken? Dus Tilburg 2027, hoe ziet dat eruit? Nou, er waren verschillende kernwoorden die genoemd worden. Curious, connected, caring. Nou, dat klinkt prachtig, toch? Laten we eens gaan kijken of we dat ook kunnen toepassen op het onderwijs. Nou, die eerste, curious, dat klinkt meteen al als muziek in de oren van elke docent. Want een nieuwsgierige student, ja, dat willen we allemaal natuurlijk, toch? Hoe krijgen we die student nieuwsgierig? Nou, dat moeten we doen door aan te sluiten bij de belevingswereld van studenten. En we moeten ook op zoek gaan naar een onderwijsvorm die bij ze past. Die past bij de manier waarop studenten willen leren. Nou, de manier die daarvoor heel goed werkt, is blended learning. Ja, dat is een beetje het buzzword van dit moment. Sommigen van jullie zullen misschien denken, blended learning. Anderen denken, ja, yes. Ik ben van die laatste school, ik vind blended learning fantastisch. En dat komt omdat we door blended learning studenten kunnen activeren. Blended learning betekent eigenlijk niets anders dan dat we een combinatie maken van face-to-face onderwijs, dus gewoon zoals het gewend zijn hier op de campus, samen met online onderwijs. Dus het beste van twee werelden, van wat we de afgelopen jaren hebben moeten doen, en ook van wat we decennia lang al doen. Die combinatie is prachtig, maar ook best wel uitdagend. Want hoe pak je dat nou aan? Om dat te gaan onderzoeken, moeten we gaan connecten. Het tweede kernwoord. We moeten connecten met studenten om voortdurend te checken, werkt dit voor jullie? Maar we moeten ook veel meer contact maken met elkaar als docenten. We moeten met elkaar gaan praten, hoe pak jij je onderwijs aan en hoe doe jij dat? En het mooie is, bij blended learning maak je gebruik van heel veel online materiaal. En daardoor kan je dat materiaal ook veel makkelijker uitwisselen. Dus een kennisclip die ik opneem, die kan ik prima sturen naar een docent die een ander vak geeft. Dat kan hier binnen Tilburg, maar dat kan ook nationaal of zelfs internationaal. Moet je voorstellen, wat een efficiëntie. Dat gaat echt een enorme tijdsbesparing opleveren. Nou, hiervoor is het cruciaal dat we met elkaar gaan samenwerken. We moeten echt veel meer met elkaar in contact komen. En op die manier kunnen we ook weer beter voor elkaar gaan zorgen. Want eigenlijk gaat het niet supergoed met ons allemaal. Ja, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar met studentenwelzijn gaat het niet zo goed. En met docentenwelzijn gaat het eigenlijk ook niet zo goed. Want de werkdruk is al jarenlang krankzinnig hoog en onhoudbaar. Dus we moeten beter voor elkaar gaan zorgen. We moeten zorgen dat we allemaal weer blijer worden. En dat doen we dus door met elkaar in gesprek te gaan. En echt met elkaar te gaan connecten. En dan gaan we echt weer dansend de toekomst.